Goedemorgen, koesterde luisteraars, en heten u welkom in de kerk van Christus Bijbelstudies. Wij danken God voor zijn genade en bescherming op ons. God opent ons hoor, verstand, hart om te luisteren naar je woorden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. En gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Deze leer die dingen aangaande Jezus Christus werd samengesteld door Joseph of Church of Christ. Ga naar, het is een behoefte om dingen aangaande Jezus Christus, zijn geboorte, zijn dood en zijn opstanding kijken komen. Deze drie onderwerpen wil ik dat we naar kijken, want in 1 Petrus 4 vers 11, indien iemand spreekt, die spreken als de woorden van God. Als ministers iemand, laat hem doen als met de mogelijkheid die God levert, dat in alle dingen die God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de heerschappij behoren voor eeuwig en altijd. Amen. Jezus Christus zei, je gelooft in God, gelooft ook in mij. Ik ga naar een plaats te bereiden, en als ik heen ga en bereiden een plaats voor jou, ik zal wederkomen en u tot mij, dat waar ik ben, daar kunt u ook zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag. Dingen aangaande Jezus Christus. Wie is Jezus Christus? Jezus Christus, de Messias, Heer, Redder, Gezalfde, de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord teruggeven, Messiah, de officiële titel van onze Heer, die zich 514 keer in het Nieuwe Testament het geeft aan dat hij gezalfd en gewijd aan zijn grote verlossingswerk als profeet, priester en koning van zijn volk, Handelingen 17. 2 tot 3, 2 toen Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en drie sabbatten achtereen met hen uit de schriften, 3 uit te leggen en aan te tonen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de dood en zeggen, Handelingen 18, deze Jezus die ik predik aan u is de Christus, 5,28, 5 toen Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus door den Geest gedrongen, betuigende de Joden, dat Jezus de Christus is, 28, voor hij krachtig de Joden weerlegt in het openbaar het tonen van de schriften, dat Jezus de Christus is, de gezalfde, hij wordt dus gesproken is door Jesaja, Jesaja 61 vers 1, de Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap aan de armen te prediken. Hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van genezen, om vrijheid te verkondigen aan de gevangenen en de opening van de gevangenis voor hen die gebonden zijn. Luke 17 over 4 min 18, 17, en hij werd overhandigd van het boek van de profeet Jesaja, en als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was, 18, de Geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om het evangelie aan de armen te prediken. Hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van genezen, om vrijheid aan de gevangenen en het herstel van het zicht te verkondigen aan de blinden, om in vrijheid degene die onderdrukt de beloofde verlosser is. 2 keer de gezalfde of Messias, soms 2, 2. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen den Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, Jezus Christus is de 1 psalmen overgesproken. Mark 3, 6, toen de fariseeën gingen naar buiten en meteen uitgezet met de Herodianen tegen hem, hoe zij zouden kunnen vernietigen hem, figuurlijk gestijeld de olie ter vreugde. Psalmen 45 vers 7, je houdt van rechtvaardigheid en haat goddeloosheid, daarom heeft God, uw God heeft u gezalfd met olie der vreugde meer dan je met gezellen. Hebreeën 1 vers 9, gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat, daarom heeft God, uw God, heeft u gezalfd met olie der vreugde meer dan je met gezellen. Alles over Jezus Christus, Jezus van Nazareth is deze gezalfde, Johannes 11 over half 2, hij vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, dat is vertaald de Christus, wij hebben de Messias gevonden, Handelingen 9 vers 22, doch Saulus werd al meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die in Damascus woonden, bewijzende dat deze Jezus is de Christus, Handelingen 10 vers 38, hoe God Jezus gezalfd van Nazareth met de Heilige Geest met kracht, die ging weldoende en genezende allen die werden onderdrukt door de duivel, want God was
Met hem, spirituele zalving met de Heilige Geest wordt ook toegekend aan christenen door God. 2 Korintiërs 9 voor half 2 min 22, 21. Nou, hij die ons vestigt met u in Christus en ons heeft gezalfd is God. 22 Die ons ook verzegelt en ons de geest gegeven in onze harten als garantie. 1 Johannes 2 vers 20 maar. Je hebt een zalving van de Heilige en je weet alle dingen. 1 Johannes 2 vers 27 en de zalving die gij van hem ontvangen hebt in u en u hoeft niet dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert over alle dingen en het is waar en is geen leugen en net zoals het u geleerd heeft, zult gij in hem christenen worden gezalfd door de Heilige Geest door Jezus Christus. Zalving drukt de Heilige en de invloeden van de Heilige Geest op christenen die priesters en koningen voor God. 1 Petrus 2 vers 9 maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, zijn eigen speciale mensen, dat u de lof van hem die u uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht genoemd mogen verkondigen. De Messias is dezelfde persoon als het zaad van de vrouw. Genesis 3 vers 15 en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u de kop vermorzelen en gij zult het hiel vermorzelen. Jezus Christus is degene die komt om het werk van Satan 1 Johannes 3 te vernietigen. Acht hij die zonde is van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Ook Jezus Christus is gekomen om de macht van de dood. Hebreeën 14 over 2. Zover vernietigen nu de kinderen deelachtig zijn van vlees en bloed. Hij zelf ook deelde in dezelfde, die door de dood hij doen zou den jennen, die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Romeinen 16 vers 20. En de God des vredes zal binnenkort de Satan onder uw voeten. De genade van onze Heer Jezus Christus te zijn met u. Amen. Het zaad van Abraham. Genesis 22 vers 18 in uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Jezus Christus is het zaad van Abraham. Galaten 3 vers 16. Nu naar Abraham en zijn zaad waren de belofte gedaan. Hij zegt niet en aan zaden, zoals van velen, maar als van één en aan uw zaad. Wie is Christus? De profeet als Mozes. Deuteronomium 18 vers 15. De Heere, uw God, zal verwekken u een profeet zoals ik uit uw midden, uit uw broeders, hem zult gij horen. Hier toen Mozes op het de priester naar de orde van Melchizedek. Jezus Christus is de priester naar de orde van Melchizedek. Als we Melchizedek zeggen, was hij de priester van God de Allerhoogste. Genesis 18 over 2 min 19 18. Vervolgens haalde Melchizedek koning van Salem brood en wijn. Hij was de priester van God de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zeide, gezegend worden Abraham van God meeste. Hij, bezitter van hemel en aarde. Salem betekent vrede, een oude naam voor Jeruzalem. Psalmen 110, 4. De Heer heeft gezworen en zal niet mijn bouw afval. Je bent priester voor altijd volgens de orde van Melchizedek. Jezus Christus is 1. Hebreeën 5 vers 7 tot 10. 7. Die in de dagen van zijn vlees, wanneer hij had aangeboden om hoge beden en smeekbeden, met heftige kreten en tranen den jennen, die was in staat om hem te redden van de dood en wegens zijn goddelijke vrees. 8. Werd gehoord al hij een zoon was, maar leerde hij gehoorzaamheid door hetgeen hij geleden. 9. En hebben geperfectioneerd werd hij de auteur van de eeuwige zaligheid aan allen die hem. 10. Genoemd door God als hoge priester volgens de orde van Melchizedek. Gehoorzame Hebreeën 6 vers 20 waarde voorloper heeft ingevoerd voor ons, zelfs Jezus, hoge priester voor altijd volgens de orde van Melchizedek geworden. Hebreeën 7 vers 13 tot 17. 13. Want hij die deze dingen worden gesproken tot een andere stam behoort, heeft uit die niemand de vissel op het altaar. 14. Want het is duidelijk dat onze Heer voortkwam uit Juda. Van welke stam sprak Mozes niets over priesterschap? 15. En het is nog veel meer duidelijk als in de gelijkenis van Melchizedek er een ander priester, 16, die is ontstaat, niet volgens de wet van een vleeselijke gebod, maar volgens de macht van een eindeloze
Leven gekomen, 17, want hij getuigt. Je bent priester voor altijd volgens de orde van Melchizedek, de stok uit de stam van Jesse. Jesaja 11 vers 1 tot 2, 10. 1 er tevoorschijn zullen komen en staaf van de stam van Jesse en een tak zal uit zijn wortels groeien. 2. De geest des Heren rusten op hem, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van de raadsman en macht, de geest van kennis en van de vreze des Heren. 10. En te dien dagen zal er een wortel van Isai umlaut, die zal staan als een banner voor het volk, want de heidenen hem trachten en zijn rustplaats zal heerlijk. Romeinen 15, 7 tot 12, 7. Daarom ontvangen elkaar, net zoals Christus ontving ons, ook naar de glorie van God. 8. Nu ik zeg dat Jezus Christus een dienaar aan de besnijdenis voor de waarheid van God om te bevestigen de aan de vaderen 9 gedane belofte is geworden, en dat de andere volken God voor zijn barmhartigheid verheerlijken misschien, zoals het geschreven staat, om deze reden zal ik bekennen aan u onder de heidenen en zingen op uw naam. 10. En weer zegt hij dus, o andere volken, met zijn volk. 11. En opnieuw praise the Lord, alles wat je heidenen, laud hem, alles wat je volkeren. 12. En nogmaals, Jesaja zegt, zal er een wortel van Isai umlaut, en wie zullen opstaan om te regeren over de andere volken, in hem de andere volken zullen hoop, de tak van Jehova. Jesaja 4 vers 2. Te dien dagen de tak van de Heer mooie en glorieuze zijn en de vrucht van de aarde zullen uitstekende en aantrekkelijk voor degene van Israël die zijn ontsnapt. Jesaja is hier over Jezus Christus, de tak van Jehova, profeteren. Dit is hij van wie Mozes in de wet en de profeten heeft geschreven. De geschriften van het Oude Testament is vol van profetische verklaringen met betrekking tot de grote verlosser en het werk dat hij moest bereiken. Jezus de Christus is Jezus, de grote bevrijder, de gezalfde man, de redder van de mannen. Deze naam geeft aan dat Jezus goddelijk was benoemd in opdracht en geaccrediteerd als de redder van de mannen. Hebreeën 5 vers 4 tot 6. 4. En niemand neemt deze eer aan zichzelf, maar hij die wordt genoemd door God, net zoals daarom was. 5. Dus ook Christus deed niet verheerlijken zichzelf tot hoge priester, maar hij was degene die zei tegen hem, u bent mijn zoon, vandaag heb ik u verwekt. 6. Zoals zij ook in een andere plaats zegt, je bent priester voor altijd volgens de orde van Melchizedek. Jesaja 11 vers 2 tot 4. 2. De geest des Heren rustte op hem, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van de raadsman en macht, de geest van kennis en van de vreze des Heren. 3. Zijn vreugde is in de vreze des Heren en hij heeft niet beoordelen door de aanblik van zijn ogen en besluiten door de hoorzitting van zijn oren. 4. Maar met gerechtigheid zal hij oordelen van de armen en beslissen met eigen vermogen voor de zachtmoedige der aarde. Hij zal de aarde met de roede van zijn mond staken en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Jesaja 49 vers 6. Inderdaad, hij zegt, het is te klein een ding dat je mijn dienstknecht te verhogen van de stammen van Jacob en moet te herstellen van de bewaarde degene van Israël. Ik zal ook geven u als een licht voor de bekeerde heidenen moed, dat u mijn heil aan de uiteinde van de aarde. John 6 over half 6 min 37, 36. Maar ik heb een grotere getuige dan John's voor de werken die de Vader mij tot finish heeft gegeven, de eigenlijke werken die ik doe, getuigen van mij, dat de Vader mij 37 heeft gestuurd, en de Vader zelf die mij gezonden heeft getuigd van u hebt gehoord zijn stem op elk gewenst moment, nog zijn gedaante gezien. Handelingen 2 vers 22. Mannen van Israël, horen deze woorden. Jezus van Nazareth, een man die wordt gestaafd door God aan u door wonderen, vraagt zich af en ondertekent die God deed door hem in uw midden, zoals u zelf ook weet, om te geloven dat Jezus is de Christus, is om te geloven dat hij de gezalfde is, Messias, de Messias van de profeten, de redder verzonden van God, dat hij in een woord dat hij beweerde te zijn. Dit is te geloven, het evangelie, door het geloof van die alleen mannen kunnen worden gebracht voor God, het getuigenis van God dat Jezus de Christus is. En het geloof van deze vormt een christen. Dit is het evangelie in Korintje 15 vers 1 tot 4. 1. Moreover, broeders, ik verklaar u het evangelie dat ik die ook u ontvangen en waarin je staan
preekte. 2. Waaraan ook je gered bent als je vasthoudt aan dat woord dat ik u preekte, tenzij u te vergeefs gelooft. 3. Voor ik aan u geleverd allereerst hetgeen ik ook ontvangen, dat Christus stierf voor onze zonden naar de schriften. 4. Dat hij werd begraven en hij stond op de derde dag weer naar de schriften in Korintje 12 vers 3. Daarvoor ik kenbaar aan u maken dat niemand dit woord door de geest van God Jezus vervloekt roept en niemand kan zeggen dat Jezus Heer behalve door de Heilige Geest is. Johannes 5 vers 1. Iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en iedereen die houdt van hem die verwekte ook houdt hem die hem is verwekt. Met betrekking tot God, hij is de Zoon van God genoemd. Matteüs 27, 54. Dus toen de centurio en degene Jezus Christus is de redder en verlosser van de mensheid. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, in het vlees ter dood worden gebracht, maar levend gemaakt door de geest. Jezus Christus behoort tot de Godheid. Godheid staan voor de Vader, de Zoon Jezus Christus, de Heilige Geest. Genesis 1 vers 26. Toen zei God, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over het vee, over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. God, Hebreeuws Elohim, meervoud act 1 voor half 6. Daar nu als wij Gods geslacht moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen, gesneden door kunst en het apparaat van de mens. Romeinen 1 vers 20. Want hetgeen van hem vanaf de schepping van de wereld duidelijk te zien, met in verstanden door de dingen die gemaakt zijn, zelfs zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zodat zij geen verontschuldiging. Colossense 2 vers 8 tot 12. 8. Bewaren op dat niemand u verwende door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. 9. Voor in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. 10. En gij zijt in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. 11. In hem zijt gij ook met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uitrekking van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. 12. Met hem begraven in den doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking God, die hem heeft opgewekt uit de dood. Johannes 1 vers 1 tot 5. 1. In den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. 0,2. Dit was in het begin bij God. 3. Alle dingen zijn door het woord, en zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt. 4. In het woord was het leven, en het leven was het licht der mensen. 5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Filippenzen 2 vers 5 tot 11. 5. Let dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus. 6. Die in de vorm van God geen roof geacht heeft om gelijk met God te zijn. 7. Maar zichzelf ontledigd en nam hem in de vorm van een dienstknecht en werd gemaakt in de gelijkenis van mensen. 8. En in gedaante gevonden als een mens, hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, zelfs de dood van het kruis. 9. Daarom heeft God ook heeft hem hoog verheven en hem een naam boven alle naam gegeven. 10. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in den hemel en die op de aarde en die onder de aarde. 11. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. 1 Timotheus 16 over 3. En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Matteüs 28 vers 18 tot 20. 18. En Jezus kwam en sprak tot hen, zeggende, alle macht mij is gegeven in de hemel en op aarde. 19. Gaat dan heen en onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 20. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb, en zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding
der wereld aan alle citaat bevestigen dat Jezus Christus God is, ook hij behoort tot de Godheid. Van Jezus Christus geboren, Jesaja profetie, Jezus Christus, Jesaja 7 vers 14, daarom zal de Heere zelf u een teken geven, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zult zijn naam Immanuel geven. Jesaja 9 vers 6, want een kind is ons geboren, unto ons een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En zijn naam zal genoemd worden wonderlijk, raad, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Jezus Christus geboorte vervult in Matthäus 1 vers 18 tot 25, 18, nou de geboorte van Jezus Christus was als volgt, na zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heilige Spirit. 19, dan Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en niet wilde haar een openbaar bijvoorbeeld bereid was haar heimelijk te verlaten. 20, maar terwijl hij dacht over deze dingen, ziet, de engel des Heren verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang om te nemen om je Maria jouw vrouw te zijn, want dat hetgeen in haar is van de Heilige Geest. 21, en zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam Jezus geven, want hij zal zijn volk van hun zonden zal redden. 22, dus dit alles is geschied opdat vervuld zou worden dat gesproken was door de Heer door de profeet zeggende. 23, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zij zullen zijn naam Immanuel noemen. Die is vertaald. 24, Jozef wordt gewekt, God met ons uit de slaap, deed wat de engel van de Heer hem bevolen en nam hem zijn vrouw. 25, en kende haar niet totdat zij had baard haar eerstgeboren zoon, en hij noemde zijn naam Jezus. Deze leer die dingen aangaande Jezus Christus was samengesteld door Joseph of Church of Christ, gaan in Lucas 2 vers 5 tot 7, 5.to geregistreerd worden. Met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6, dus het was dat terwijl zij daar waren, werden de dagen afgerond voor haar te leveren. 7, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats in de herberg, Lucas 9 voor half 3. En als 8 dagen voor de besnijdenis van het kind werd afgerond, zijn naam was Jezus, de naam gegeven door de engel voordat hij werd verwekt in de baarmoeder genoemd, het leven van Jezus op. Jezus Christus dood en resurrection, profetie van Jesaja. Jezus dood en opstanding, Jesaja 53 vers 1 tot 12. 1, die ons verslag heeft geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard. 2, want hij voor hem als een tere plant en als een wortel uit dorre aarde opgroeien zal. Hij heeft geen vorm of luister en wanneer wij hem zien is er geen schoonheid dat we hem moeten verlangen. 3, hij wordt veracht en verworpen door mannen, een man van smarten en kennis te maken met verdriet, en wij verborgen als het ware onze gezichten van hem. Hij werd veracht en wij achten hem niet. 4, zeker, hij heeft onze smarten gedragen en onze smarten gedragen. Nog gewaardeerden we hem geplaagde, smitten door God en verdrukte. 5, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld, de straf voor onze vrede was op hem, en door zijn striemen zijn wij genezen. 6, alles wat we als schapen hebben afgedwaald, we hebben gedraaid, een ieder op zijn eigen manier, en de Heer heeft gelegd op hem de ongerechtigheid van ons allen. 7, hij werd verdrukt en hij werd gekweld, nog hij geopend niet zijn monding, hij werd geleid als een lam ter slachting, en zoals een schaap voor zijn scheerders zwijgt, zo hij geopend niet zijn monding. 8. Hij uit de gevangenis en van oordeel werd genomen, en die zijn generatie zal verklaren, want hij was afgesneden van het land van de levenden. Voor de overtredingen van mijn volk werd hij getroffen. 9. En zij zijn graf met de goddeloze, maar met de rijke gemaakt bij zijn dood, omdat hij geen geweld had gedaan, nog was bedrog in zijn mond. 10, nog verheugde de Heer te vermorzelen hem, hij heeft hem voorleggen van verdriet, wanneer u zijn ziel een offer voor de zonde, hij zijn nageslacht zullen zien, hij zijn dagen verlengen zal en het plezier van de Heer voorspoedig zijn in zijn hand. Dagen en het plezier van de Heer voorspoedig zijn in zijn hand. 11. Hij zal de arbeid van zijn ziel zien en tevreden zijn, door zijn kennis zal mijn rechtvaardige
Dien jaar vele rechtvaardigen, voor hij draagt hun iniquities. 12. Daarom zal ik hem een deel met de grote en hij zal verdelen de buit met de sterke, omdat hij zijn ziel tot de dood uitgestort en hij werd onder de overtreders gerekend. En hij droeg de zonde van velen en gemaakt van voorbeden voor de overtreders. Lucas 24 vers 44 tot 48. 44 Toen hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik heb met u gesproken terwijl ik nog met u was, dat alle dingen moeten worden vervuld die werden geschreven in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen betreffende me. 45 En opende hij hun begrip dat zij de schriften zouden kunnen begrijpen. 46 Toen hij tot hen zeide, dus het is geschreven en het was dus nodig voor de Christus te lijden en opstaan uit de dood op de derde dag. 47 En dat bekering en verlossing van de zonde moeten worden gepredikt in zijn naam aan alle naties beginnen bij Jeruzalem. 48 En je bent getuige van deze dingen. Matteüs 27, 45 tot 50. 45 Nu, vanaf het zesde uur tot het negende uur was er duisternis over het gehele land. 46 En over het negende uur Jezus riep met luide stem, zeggende Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 47 Aantal van degenen die stond daar toen ze dat hoorden zei, deze man is calling voor Elia. 48 Onmiddellijk een van hen liep en nam een spons, het gevuld met zure wijn en zet het op een riet en bood het aan hem te drinken. 49 De rest zei, laat hem alleen, laat ons zien als Elia komen zal om hem te redden. 50 En Jezus weer riep met luide stem en leverde zijn geest. Dit onderwijs die is dingen betreffende Jezus Christus werd samengesteld door Jozef Afkwerkerk van Christus. Ga naar Matteo 28, 1 tot 7, 1. Nu na de Sabbat als de eerste dag van de week begon de dageraad. Mary Magdalene en andere Mary kwam om te zien van het graf. 2 En zie, er werd een grote aardbeving, want een engel van de Heer uit de hemel daalde en kwam terug te de steen van de deur rolde en op het zat. 3 Zijn gelaat was zoals bliksem en zijn kleding zo wit als sneeuw. 4 En de bewakers schudden uit angst voor hem en werd net als dode mannen. 5 Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouw, wees niet bang, want ik weet dat u zoeken naar Jezus, die werd gekruisigd. 6 Hij is niet hier, want hij is opgestaan, zoals hij zei. Kom, zie van de plaats waar de Heer lag. 7 En ga snel en vertel zijn discipelen dat hij is opgestaan uit de dood. En inderdaad, hij voordat u in Galilea gaat, daar zult u hem zien. Zie, ik heb u gezegd. Handelingen 2 vers 22 tot 28. 22 Mannen van Israël, horen deze woorden. Jezus van Nazareth, een man die wordt gestaafd door God aan u door wonderen, vraagt zich af en ondertekent die God weet door hem in uw midden als u zelf ook weet. 23 Hem verlost te worden door het vastgestelde doel en de voorkennis van God. U hebt genomen door wetteloos handen, gekruisigd en ter dood. 24 Wie God opgewekt hebben losgelaten de pijnen der dood, omdat het niet mogelijk dat hij moet worden gehouden door het was. 25 Voor David zegt over hem, ik voorzag de Heer altijd voor mijn aangezicht, want hij aan mijn rechterhand is, dat ik niet kan worden geschud. 26 Daarom mijn hart verheugde zich en mijn tong was blij. Bovendien zal mijn vlees ook rusten in de hoop. 27 Want u zal mijn ziel in Hades niet verlaten, nog zal u toestaan uw heilige een te zien van corruptie. 28 U hebben bekendgemaakt me de manieren van leven, zal je me vol vreugde in uw aanwezigheid. Handelingen 3 vers 13 tot 16. 13 De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, verheerlijkt zijn dienaar Jezus, wie overgeleverd en geweigerd in het bijzijn van Pilatus toen hij vastbesloten was om hem laten gaan. 14 Maar je degene die heilige en de just geweigerd en gevraagd om een moordenaar te verlenen u. 15 En de prins van het leven, wie God uit de dood opgewekt, waarvan wij getuigen zijn gedood. 16 En zijn naam, door het geloof in zijn naam, heeft deze man sterk, wie u zien en weten, ja, het geloof dat door hem komt, hem heeft gegeven deze perfecte soliditeit in aanwezigheid van u allen. Handelingen 4 vers 10 tot 12. 10 Laten weten aan u allen
en aan alle mensen van Israël, dat door de naam van Jezus van Nazareth, die u gekruisigd, wie God raised from the dead door hem deze man hier voordat u staat hele elf, dit is de steen die werd verworpen bij uw bouwers die de voornaamste hoeksteen geworden, 12, nog is er redding in en Acts 4 voor half 2 min 30, 26 mannen, broeders, zonen van de familie van Abraham en degene onder u die God het woord deze zaligheid vrezen tot u is verzonden, 27 voor degene die in Jeruzalem wonen en hun overste, omdat zij hem niet kenden en zelfs de stemmen van de profeten die lees elke Sabbat, ze hebben voldaan in hem veroordelen, 28 en hoewel zij vonden geen reden voor de dood in hem, vroegen ze Pilatus dat hij ter dood zou worden gebracht, 29. En als zij alles volbracht hadden, die werd geschreven over hem, namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf, 30. Maar God hem uit de dood, alles wat we weten is dat Jezus Christus is God, hij behoort tot de Godheid, Christus de Messias, Heer, Redder, hij stuurde vanuit de hemel gered mensheid van hun zonde, ben je klaar om te geven uzelf om hem als uw redder? U kunt een bezoek Kerk van Christus in uw buurt voor Bijbelstudies. Ook kunt u ons WhatsApp op 0506425348. Deze leer die dingen aangaande Jezus Christus werd samengesteld door Joseph Afokred, Church of Christ, ga naar Church of Christ Ghana, groet u allen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.